Fausto! Fausto! Echt de slechtste vrouw ever. Oké, jongens, ik ga vandaag Brazilië uit. Ik ga eerst 6 uur in de bus naar Porto Alegre en vanaf daar moet ik 2 uur wachten en dan heb ik de nachtbus naar Punta del Este in Uruguay. Dus het gaat een lange dag en nacht worden, denk ik, maar... Die bussen zijn echt altijd 1 uur te laat en dus ik heb alles even goed gepland en ik dacht dan heb ik 3 uur tussen 2 bussen in, want als mijn bus al 1 uur of 2 uur te laat is, dan heb ik in ieder geval nog genoeg tijd. Maar mijn bus was natuurlijk weer op tijd vandaag, dus ik zit nu 3 uur te wachten op het busstation. Toppie! Ik heb voor de nachtbus wel een bedbus, kijk. Dan kan je helemaal je stoel plat maken. Nou, moet niet gekker worden. Ik krijg zelfs eten in de bus. Wow, dat is echt luxe. Kijk. Ik krijg zo'n ding voor in mijn nek. En een kussen. En een deken. Nou, ik ben helemaal blij. Goedemorgen. Ik ben in Uruguay. En ik heb eigenlijk geen idee wat ik hier ga doen. Want ik stond niet echt op de planning. Maar... Ja, mijn hostel zit aan het strand, dus ik ga nu een rondje lopen en even een bank opzoeken. En... Tadaa, welkom in het Saint-Tropez. Ik ben nu al een half uur in de supermarkt rond. Maar ik kan gewoon echt niet koken, dus ik heb geen idee wat ik moet halen of wat ik moet doen. Dus ik kan ook helemaal geen Spaans, dus ik snap helemaal geen bal van wat op de verpakking staat. Echt de slechtste vrouw ever. Dat is ook echt het enige wat er al een half uur in mijn mandje zit. Ik had net een kip in mijn mandje en een paprika. Maar toen dacht ik, ja, ik weet niet eens wat ik mee moet doen. Dus... Kijk, mijn redder in nood is ook gestrand in Uruguay. Kijk, we kunnen eten. Kaaspannenkoeken met salade. Die heb ik gemaakt. Dat is het enige wat wel kan. Hallo. Meneer hier, die wilde even een stukje lopen. En nu zijn we al... Ik wou een wijntje drinken. En nu zijn we al 7 kilometer verder. Maar het is nog steeds anders. Op mijn slippertjes. En daar moeten we naartoe. Hi, kijk. Hola, zie je onze fiets? We gaan fietsen. Woehoe, fietsen. Yes. Een hand. Racen, je bent op een racebaan. Nee, ik ga niet. Kijk. Ze zijn iets aan het opbouwen. Hier zijn de startplekken. Zie je het? Ja, stop.
Heb je lekker gefietst? Lekker gefietst, ja. Ja? Veel wind. Veel wind, hè? Zwaar fiets toch. We zijn weer in de haven. Even kijken of we nog zeeleeuwen spotten vandaag. Iets wat iedereen hier doet. En het is geen drugs. Het is een soort van thee. Kan wat ze nemen dan? Mate. Kijk. Hallo. Hallo, hi everyone. En dit delen we heel de tijd samen. Ja. Water erbij. Yes. Sorry. Okay. Yeah, drink maar. Hey lieve, gefeliciteerd met behalen van je B-diploma. Goed gedaan. Ik ben super trots op jou. En nu kunnen we samen gaan zwemmen in de zee. Yes! Goed gedaan, meisje. Mwah. De lucht is roze. Goedemorgen, ik ben net wakker en toen dacht ik, ik heb mijn hostelkamer nog helemaal niet laten zien. Dus die ga ik even laten zien. Tadaa, dit is het. Dit is niet zo groot. Maar de eerste nacht waren er twee andere mensen en daarna heeft niemand meer ingecheckt. Dus ik ben nu al twee nachten heb ik deze kamer voor mezelf. Zo, tijd voor een boottochtje, voor de verandering. We gaan naar een eilandje en samen met mijn vriendin uit New York en vriend uit Canada. Say hi. Hi. Zo, mijn was is ook weer gedaan, want ik ga zo weer inpakken. Want morgen ga ik naar de hippies. Dus, dit was Punta del Este, Uruguay. Morgen ga ik naar een ander dorpje in Uruguay. Stond ook niet op de planning, maar ik heb gehoord dat het heel vet is. Er is daar helemaal niks, geen elektriciteit, geen water, geen internet, niks. Dus ik ben waarschijnlijk offline voor een dag of twee. Maar als het goed is, is het de moeite waard. Tot later.